Zo, we gaan lekker met de trein hier door het park heen. Dan gaan we een kleine ronde maken. En dan komen we langs de huisjes, langs de verblijfhuisjes. Even stoppen, want de poort moet open. Ik weet het beste ever. Dat is het beste wat je ever aan de schijn hoort. Dan gaan we verder. Je kunt dus hier verschillende routes rijden. Dat was mijn plan. We komen langs de safari-lotjes af. Ja, dan gaan we door en dan gaan we richting het volgende station. En hier staan natuurlijk de olifantjes. Kijk, de safari lotjes. Vroeger was daar natuurlijk het eten daar. Het avondeten, dat was altijd heel erg leuk. Alles in het groen aangelegd. Dan gaan we hier door de poort naar binnen. Dan gaat de poort langzaam dicht als je er doorheen bent. En dan kom je dadelijk langs de jungle lotjes. En de jungle lotjes zijn aan de andere kant. Hier ga je richting de jungle lotjes. Mama, moet je afsluiten?
Nein. The Jungle Lodges. Wir sind heute Morgen eingestiegen nach der Bus-Safari. Ja, genau, da ist der Verein, genau. We filmen een stukje vooruit en gaan we het volgende stukje hier langs de baan. Die jungle lodges wat hier aan de linkerzijde liggen, die zijn heel erg leuk. We hebben daar vorige keer een overnacht. Als je het wilt zien, dan moet je natuurlijk mijn video kijken die wat ik toen gemaakt heb. Zo. Hier zijn natuurlijk de apenbinnenverblijven, die zijn hier. En bij de jungleverblijven zitten dus de ringstaatmakies en andere apen. En dat is wel heel erg leuk. Dan hoor je al die apengeluiden, hoor je 's ochtends en 's avonds. Het park zelf is van 9:30 geopend tot 6:30. De dierenverblijven die zijn eerder dicht, die sluiten rond 5:00 volgens mij. Maar ik geef je één tip, als je naar het park gaat, ga zeker 2 dagen. En zorg dat je 1 dag 's ochtends gaat en 1 dag 's middags met door de safari heen. Want dan zie je namelijk de dieren helemaal verschillend. Straks zal ik het filmen waar we vanavond in slapen. Welke lodges dat zijn. Want je hebt dat de Jumbo en de Maasai Mara lodges. En met deze trein heb je dus 2 routes. Je kunt hem rechtsom of linksom krijgen. En wij gaan nu voor de linksom route zijn we gegaan. En na deze treinrit gaan we natuurlijk heel even kijken bij de aapjes. Deze trein heeft eigenlijk ook sound aan boord, maar helaas wordt die niet gebruikt. En hier komt dus weer langs een verblijf. Dan kunnen we heel even kijken wat hier zit. Kijk. Hier kun je dus daar ook langs lopen. Hier zitten dus ook aapjes. Zijn hier te zien. Dat maakt het toch wel heel erg leuk. Kijk, daar zit er een. Er zat dan zo'n kleine aap, zat daar. Kleine wetenswaardigheid, Serengeti Park, staat al een flink aantal jaren. En je kunt dus ook verschillende safaris maken, waaronder de roofdieren safari. Je kunt ook de elite safari doen. De Big Five, die we het Nederlands gedaan hebben.
en nog andere safaris. Onder andere de Ranger Safari is ook een mogelijkheid. Dan ga je onder andere de giraffen voeren. En natuurlijk de ringstaatmakies. De mascotte is Leo, de leeuw. Dat is de mascotte van het park. En hier zal hier ook normaal de apen zitten, maar helaas, ik heb ze niet gezien. En dan gaan we door naar het station. En daarachter is het restaurant voor het avondeten en het ontbijt, restaurant Mañana. En als je kijkt, zie je hier dus een hoop bamboe zitten. Bovenin zie je natuurlijk dat ik het over aan springen zit. Aan de rechterzijde kun je de safari tour, de jungle tour doen. De jungle tour is ook wel heel leuk om mee te maken. En dan gaan we verder. Kijken wat we nog allemaal te zien krijgen hier. We rijden langs van het station uit. En hier heb je dus ook een dierenverblijf, een aapjesverblijf. En dat is best wel heel erg leuk om te zien eigenlijk. Ze hebben hier best veel verschillende dieren. En zo'n tijd kun je dus ook zien als er natuurlijk de dieren gevoerd worden. Er komt nu een stuk, dat hebben ze pas nieuw aangelegd. Daar zijn we vorige keer zijn we daar langs gekomen. Dit stukje is eigenlijk helemaal voorzien van nieuwe rails. En daar zit natuurlijk toch gewoon aanbuiten. En dan ga je dus toch langs het apenverblijf hier. Ik zie dan nog een paar zitten in de boom. Kijk, daar zijn ze. Ze zijn helemaal stil. Ze zitten gewoon voor zich uit te kijken. Nou, dan gaan we langzaam hier de bocht om. Met deze lange trein. Kijk. En we filmen eigenlijk van bijna helemaal achteruit, filmen we deze tour natuurlijk. Kijk, hier gaan we een brugje over. En aan de rechterkant eigenlijk, als ik dat zou filmen. Kijk, daarin ga je te voet naar de olifanten toe. Dan kun je dus te voet bij de olifanten gaan kijken. Je kunt er ook een safari te voet naartoe boeken. En dat is ook onmogelijk hier. En de safari te voet naar de olifanten is dus eigenlijk alleen voor volwassenen en niet voor gezinnen met kinderen. In het park hebben ze natuurlijk ook een kleinere achtbaan hier voor de kinderen. Volwassenen mogen ook mee. Het is een kleine spinning coaster wat ze ooit hebben aangelegd hier. En ze zijn nog steeds bezig met natuurlijk de andere achtbaan nog steeds op te bouwen. En ze hebben dus toch eigenlijk een hele indruk over het park. Ze hebben hier onder andere nog een breakdance. Ze hebben nog een schommelschip en een paar andere attracties.
Dat is allemaal wel heel leuk om een keer mee te maken. Ik zou zeggen, heb je interesse, kom naar het park. En je ziet hier, je hebt een kleine indruk gekregen hoe je met deze trein door het park gaat. We zijn nog hier en daar bezig met bouwwerkzaamheden. En voor je weet, zijn we weer terug in het station. En dan gaan we kijken bij de apen. Nou, het is uitstappen. Dus dit was het.